Dat blijven ze nou. Wat een fik! Wat een fik! Man, wat een fik! Komen jullie nou? Ik wil naar mijn nest. Wat wil je? Hé, wat zeg je? Ik wil naar mijn nest. Je hebt je nest weer, ouwe, dat is verbrand. Man, wat een fik! Wat? Ik zeg, je nest is verbrand. Het is nou precies allemaal aan mijn handkabel. Ons huis staat in de fik. Ons huis? Ja. Mijn kamer ook. Ja, dat waren we wel. Mijn pophuis ook. Ja. Moeten we daar zijn? Ben. Wat een leven, hè? Okay. Hier moet allemaal zo goed. Maar waarom hebben we dan ook niet gewacht, Karel? Omdat ik niet hou van wijsneuzen die het allemaal beter weten. Stel je voor in wat voor een achteraf hotelletje ze ons hadden ondergebracht. Want denk eraan, het moet zo goedkoop mogelijk. En ik zoek een eigen onderkomen vanuit. Dan kun je heel even plat liggen voor die verzekering. Kom eens mij, hè? Zag ik wat bewegen? Ja, dat lijkt me stug. Het is aardig donker daar binnen. Maar Rick, ik heb ogen als een kat. Je hebt met de regelaar van de eten. Toen heb ik een keer met... Hou op, man. Hou op. Ons hele huis is tot de grond afgebrand en jij loopt in zeik over je pophuis. Dat is schoonheid. Met Karel. Welke Karel? Karel Bosman natuurlijk. Ja, wel, als je muziek ken je me wel weer. Wat zeg je? Maar ik moet zo midden in de nacht. Ja, tuurlijk weet ik hoe laat of het is. Maar ons huis is afgebrand. Is zus er niet? Nee, die slaapt. Dus je zult bij mij moeten doen. Met wie heb ik dan net getelefoneerd? Denk je zelf? Ik heb een bang vermoeden. Nou, zeg het eens. We willen er graag een kamer. Ons huis is afgebrand vandaag. Oh, dat is niet zo leuk. Ik heb nog twee kamers vrij. Ja, die komt er mooi uit. Een één persoon en een twee persoon. Oh, dat is jongen. Prima, neem ik de episodes. En mijn vader en mijn broer, twee episodes. Ik krijg een eigen kamer, hè, Karel? Nee, vannacht nog niet meer. Even avond, Thijs. Moet ik dan bepleiten bij een kamer? Er staat een twee persoons bed op die kamer. Maar hij stinkt zo! Was je nou even... Ons huis is afgebrand. Dat heb ik zojuist gehoord, ja. Nou, wat doen we? Even nemen de kamers. Oké, morgen vroeg. Deur open! Ja, sneller! Kom op, openmaken! Ja, hallo! Kom op! Maak eens even open, kom op! Ja, ik wil met mijn rijken doen! Ben je wel helemaal goed wijs om midden de nacht zo'n herrie te gaan staan maken? Ja, ik wil mijn rijken spreken! Luister, het mensen voor overdag al geen zin en je laat staan midden in de nacht. Ja, je maakt het maar wakker, ik kom spreken! Ga eens even zitten, hè? Dan zal ik eens even haarfijn uitleggen hoe ik hier kom, hè? Wil je wat drinken? Wacht, ik haal eerst even een sapje voor je. Verzekering bedankt. Dus we hebben alle tijd om de zaak in te halen. Weet je trouwens een hele mooie ogen? Wie, ik? Ja. Zou ik die hand weg willen halen? Waarom? Ik moet nu werkelijk naar bed. Want Annemieke vindt het niet prettig als ik s'avonds... Altijd laat... heb ik de laatste bus gemist. Weet je nog? Ja! Wat een hoop lekkere dingen zijn in die koelkast. Weet je wat, ik ben nou de hele tijd als een andere vent. Ja, meer zien hoe meer vrouw. Wat is die jongen? Ik wil niet met mijn pa in bed. Wat achter me kan scheten. Nee, ga zitten hier en neem je even een stukje kaas. Ga zitten, Frits. Hallo Hans. Ik heb jouw naam al niet gehoord. Mijn naam is Jaap. Ja, ga ik eens zitten, Jaap. Jo. Hé, hou eens op met die kaas. Zou een stukje van mij man. Ja, een stukje mag je heel bol. Hé, ik ben naar de kamer slaan maar rijk eigenlijk. Oh, maar nu weet ik wie u bent. Annemieke heeft u verboden om hier te komen. Ja, Annemieke, die kan me veel meer vertellen. Ik wil weten waar Marijke slaapt. Dat is zo midden in de nacht. Ho. Je gaat me toch niet vertellen wat nou wel en niet gebruikelijk is in hotels, hè, wijsneus? Ja, maar het is niet de eerste keer dat ik in een hotel logeer. Zal ik jou nog wat vertellen? Hotels zijn mijn tweede huis. Waar blijft mijn neus? Zelf halen, ouwe. Hoe heb je
niks te doen. Natuurlijk jij wel. Ga lekker wat halen. Vrouw! Zeg, wat ben jij nou helemaal? Geef hier die fles. Ja, hé, hey, kom! Wat heeft u dat tegen je zus? Ik kom erin. Ik ga doen, Annemiek. En waar kom jij vandaan? Meneer was de sleutel gegeven en is tegelijk met mij mee binnen gegaan. Ik weet niet wat ik moet nemen, Karel. Er staat zoveel. Ik hoor helemaal het niet. Eigenlijk iedereen in zijn ruimte verlaat. Wat zegt ze? Ik heb dit werkelijk nooit meegemaakt. Het lijkt me leuk om iemand beter te leren kennen. Wat? En nu eruit. En snel. Wat zegt ze nou weer? Dat ze van snelheid houden. Oh, nou, dat kan je krijgen. En als het te ver mag gaan, dan zet je het over, hoor. Ja, dat zal ik doen. Hij kan dit doen door. Nou, dat laat niet zo duidelijk kijken bij zo. Ik heb eens geïnformeerd bij die knakker in New York. En ik zei even. Frans! Zou je een boterham in hagelslag aan mogen doen, zus? Oh, nou, het is niet gebruikelijk dat de hoteldirectie samen met de gasten
ontbijt. Ja, ik begrijp het volkomen. Hoewel ik een liefhebster van hagelstaf ben. Mijn stukje dan? Nee, laat ik het maar niet doen. Je standvastigheid is prijzenswaardig, zus. Ja, regels zijn nu eenmaal regels. En daar hou ik van, vrouwen. Huh? Ja, dat weet ik niet hoor. Nee, ze heeft haar ogen dicht. Ach, wat bedacht jij met je enge verhalen altijd? Wat wil je dat ik doe? Aan haar halsslagader voelen? Ik kijk wel uit. Ik raak dat mens niet aan. Oh, wacht even. Ze doet de ogen open. Ik bel je zo even terug. Hey, gaat het een beetje? Dat kan me geweest. Nieuwe kleren. Nieuwe schoenen. Nieuwe armband. Deze paar centen kost als je het mij vraagt. Zou je het kort kunnen houden? Ik heb bijzonder weinig geduld voor je. Weet je dat het een hele rare gewaarwording is, hè? Als je s'avonds thuis komt en je vriendin is met je hele hebben houden vandoor. Je hebt op zijn minst een briefje achter kunnen laten. Ik ben niet zo schrijverig. Nee, behalve als ik... Dus je verstand. Ik geloof dat je op je achterhoofd gevallen bent. Ja, dat klopt. Als kind. Ik wens met rust gelaten te worden. Rust? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Een plek waar het rustig is. Als jij... jij mag zeggen waar we heen gaan. Als jij niet ophoudt, dan sta je binnen 5 minuten op straat. Op straat? Ja, goed gehoord. Nou, nee, dat lijkt me nou niet aangewezen. Ja, kom je nog? Je kan komen hoor, Annemiek. Hij is weg. Hoi. Oh, hallo. Wat ben jij aan het doen? De tafels aan het afruimen. Zal ik je helpen? Nee hoor, het is niet gebruikelijk dat de gasten meehelpen in ons hotel. Maar ik doe het graag hoor. Nee, dat hoeft echt niet hoor, dank je wel. Je ziet er leuk uit. Oh. Je bent een lekker stuk. Oh, dat kan je toch ook anders zeggen? Wil je nu wel verkering met me? Nou nee, eerlijk gezegd. Nee. Hoppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 25 kilometer lijkt me dan een mooie. Ja. Is dat dan niet wat ver voor een beginneling? Hey Pier, ga je lekker?
Ja, niet waar iedereen bij is. Als jij van de verzekering zoveel geld krijgt dat je daar de rest van je leven stil kunt gaan leven in Zuid-Frankrijk. En ook nog een erfenis. En ook nog twee waar je twee riante villa's van kan kopen. Dan zouden wij toch wel gek zijn als we daar niks mee zouden doen. Ah, nou begrijp ik. Oh, je bedoelt dat wij... Ah, ja, nou snap ik het. Is het mogelijk? Dus het is de bedoeling dat die Karel een behoorlijk fortuin ter beschikking stelt in het kasteeltje om mede-eigenaar te worden. Juist. Een kasteeltje wat helemaal niet bestaat. Ja, het bestaat wel. Kijk, dit is het. Ja. En dit zijn de bijbehorende papieren. Verrek. Je begrijpt waarschijnlijk wel dat ze vals zijn. Ik wist niet dat jij zo doortrapt was. Hé, maar hoe gaan we het aanpakken? We? Nee. Jij... Oh, je wijn. Zeker. Wat? Annemieke vraagt of u het allemaal zeker weet. Ja, wat dacht jij dan? Natuurlijk weet ik dat zeker. Kom, Suus, spreek genoeg. Oh. Nou zeg, nou moe, wat krijgen we nou? Oh, dat is wel lekker hoor, als je het je kunt permitteren. Ja, weet je, ik kan het weten, ik ben namelijk zelf ook niet onbemiddeld. Ja, als ik je tip mag geven, beste kerel, zet je geld vast in Zwitserland. Geld. Nou, gelijk heb je hoor. Broer, ik zou het ook niet aan de grote klok hangen, hè, als ik een leuk erfenisje zou krijgen. Hey, gek. En ja. Bosman, wat mag ik u brengen? En wat erin, een brandverzekeringetje. Het beste van het beste natuurlijk, hè. Ja, natuurlijk, meneer Bosman heeft een fijne smaak. Nou, wat zal het zijn? Doe maar een karafje rode wijn. En wel een beetje kwaliteit graag, hè? Niet waar mijn vullingen van gaan springen. Ik heb nog een heerlijk flesje op de plank liggen. Een speciale fles voor speciale gasten. Een momentje. Bittere families makkelijk wonen. En je komt elkaar niet eens tegen, zo groot is het. Maar ja, wat denk je, Karel, hè? Ik bedoel, wat ik al zei, te goed van vertrouwen. Nee, Karel. Ga door met een partner in zin. Je moet in je zak gescheten waar je bij staat. Dus je bent belaast. Nou. Dat is wel heel vriendelijk uitgedrukt. Nee, weet je, het zag er allemaal zo fantastisch uit, hè? Het geld stond op de rekening, de papieren waren getekend. En wat denk je? Gaat die uilenbalder met mijn geld vandoor? Ja, ik. Goedemiddag. Ach, daar hebben we moeders mooiste ook. Goedemiddag. Geen ondervoegd in mijn keuken. Ik zoek Suus. Die is hier niet. Ik wil laten een huwelijk vragen. Dan kunnen we alsnog gaan. Toen was er wijn. Ja, maar dan staat er nog op tafel, meneer Bosman. Ja, maar dat staat er al een poosje, dat heet ik niet meer. Oh. Helemaal gelijk. Ik zal onverklikkere versen afsnijden. Kom maar in. Ik heb zoveel leuke dingen, ik noem het zo gezellig. Oh ja? Noem eens wat. Ik zou mij voor kunnen stellen dat wij samen gezellig gaan genieten. Klinkt heel verleidelijk, moet ik zeggen. Ben jij al in die nieuwe showroom geweest die hier onlangs geopend is? BMW. Ben ik aan voorbij gekomen? Al binnen geweest. Wat moet ik daar nou binnen doen? Morgen even een blik werken. Hij zegt wel geïnteresseerd te zijn, maar echt de concrete toezeggingen, die heeft hij nog helemaal niet gedaan. Hij had vandaag of morgen wel toe. Nou. Liever vandaag als morgen. Hij zakt al 14 dagen op mijn kosten. Bestel te pas en te onpas kaas en worst. Of ik het maar even voor wil schieten. Ik bedoel, ik zit bijna aan het faillissement. Ja. Hey, en wat is jouw bijdrage? Nee, nee. Zal ik jou eens wat zeggen? Ja. Jij denkt klein. Klein? Ja. Kijk, in mijn kring worden geen handtekeningen gezet. Daar is het woord van een gentleman voldoende. Van een wie? Van een gentleman. Kijk, in mijn kringen wordt enkel Engels gesproken. Ja, maar zonder die handtekening, dan kan ik toch helemaal niet verder. Ook nog eens alles gewoon betaald. Ik balanceer op de rand van faillissement.
Ik zal niet. Daar ligt de mat. Zeg eens even. Klopt het dat jij en Karel samen in zee zijn gegaan? Ja, dat lijkt het wel op, ja. Wat krijgen we nou? Hufte dat je er bent. Karel zou met mij stil gaan leven in Zuid-Frankrijk. Ja. Hallo. Hij zou niet een renovatie betalen. Nee. Wij zouden samen zo'n bestie te krijgen dat hij zijn hele fortuin zou beleggen in een kasteeltje bij ons in Zuid-Frankrijk. Wat is dat? Wij zouden samen dat kasteeltje kopen. Stilte! Kom op, stilte! Het is allemaal aan de hand, Karel. Ga even zitten, jongen. Dat ben je. Kan je van me? Kom hier. Dat krijg je. Kom op, man. Karel. Even niet mee bemoeien, jongen. Ik heb je een brief geschreven. Een hele intieme. Ja. Dus als je mij nou even willen excuseren. Oh, je bent een moordpers. Geen moment, meneer Bosman. Zeg wat je te zeggen hebt, Peer, want ik heb eigenlijk geen tijd. Ik zal het zo kort mogelijk maken, meneer Bosman. Kijk, Peer, daar hou ik van. Kort maar krachtig. U krijgt helemaal geen erfenis. Wat? Bovendien bent u veel te laat verzekerd. Oh. Zal ik nu nog even wat te drinken gaan halen? Ja, maar dat dacht ik niet. Wow. Ik heb zo links en rechts met mijn licht is opgesloten. Oh, Frans! U bent gewoon een fantast. U hebt in 14 dagen op kosten van anderen gewoond. Gegeten. Morgen ga ik er weer vandoor. Oh, jammer. Ja. En we zullen natuurlijk. Ja, dat zouden we natuurlijk kunnen doen. Zou je dat willen, zus? Oh, niks liever dan dat, Frans. Oh, zus. Oh, Frans. Zonder een regisseur. En plots kwam er een regisseur uit de hoek vallen, uit de lucht. En daar waren we eigenlijk heel erg blij mee. En we hebben veel van haar geleerd. En ik wil haar toch even aan u voorstellen. Ik ben er even kwijt. Jawel. Ja, dames en heren, want op onze jaarvergadering in april hebben we Rika gehuldigd. Maar Rika heeft meer dan 80 stukken met voor Dinowa gespeeld. En ze is 50 jaar lid. Even met de billen bloot. Ik ben gisteravond wat vergeten. Wij hebben namelijk een gastspeler gehad. Gisteravond en vanavond ook. En als u nou zometeen klapt, kunt u misschien even bij gaan staan. Want Bianca Kruijer, dat was eigenlijk de gastspeler, dames en heren. Bianca Kruijer. Ik ga het toch meer doen, die nou alleen gisteren was er nog iets. Ja, maar niet. Dan moet je eens kijken, dames en heren, wat die decorbouwers allemaal weer gedaan hebben. Ze hebben daar een fantastisch mooi, chic trapje gemaakt. Daar zijn we hartstikke blij mee. Je moet niet achterkijken, dan breek je benen. Maar... En wat denk je van onze buitendeur? Fantastisch, toch? Gebouwd door Rieke Koolman, Johan Prins, Jan de Haan en Harald van Assen. Een beetje aan de serieuze kant van de zaak gekomen. Namens het bestuur en de groep Dindowa wil ik alle genodigden, zusterverenigingen, pers en sponsoren bedanken.
Kijkt u nog even naar de programmaboekjes, staan alle sponsoren op. Cindy, bedankt voor het maken van die dingen. Mocht u nou in de prijzen gevallen zijn, dan is er achter een prijzentafel, kunnen u ze zo meteen afhalen. Rest mij nog een afspraak met u te maken. Wij zijn er volgend jaar weer, maar u toch ook. Ja. Wel dank. Nee, hè? Bart. Oh, Bart. Is dat jullie koffer gevallen? Ja. Is dat jouw koffer gevallen? Ja.